Woon je in Den Bosch? Ja, ik woon in Den Bosch. Nee. Waar woon je dan? In Best? Nee, ik woon in Goorle. Ja? Ja, ik woon in Den Bosch. Nee, ik woon in Venray. Of in de buurt van Venray. En jij? Ik woon in Venray. Net zoals Sander. Woon je hier op kamers? Ja, ik woon op kamers hier. En waar woon je? Hier op de Onderwijsboulevard. Op de Wethouder Schiermanslaan. Op de Koedijkstraat. De Koedijkstraat? Ja, klopt. En hoe groot is je kamer? 15 vierkante meter. En hoeveel betaal je daarvoor per maand? 250 euro per maand, ongeveer, denk ik. 18 vierkante meter. Dus eigen badkamer en eigen wc, eigen douche. En hoeveel betaal je voor je kamer per maand? 290 euro. 270 euro. En ik heb een vrij kleine kamer. Maar het is wel heel erg netjes en opgeruimd. En dat is wel het voordeel. En hoe heb je je kamer gevonden? Via de woningcoöperatie. Brabant Wonen? Brabant Wonen, ja. En heb je daar lang op moeten wachten? Nee, eigenlijk 3 of 4 maanden of zo. Dus wel heel snel daarin. En waarom wil je hier niet op kamers gaan wonen? Nou ja, het is maar een kwartiertje met de trein, dus dat is zo kort. Dan kan ik beter mijn geld sparen en dan kan ik straks later mooi op mezelf als ik klaar ben met de opleiding. Nee, ik vind Tilburg een veel leukere stad. Ik heb ook gewoon al mijn hele sociale leven in Tilburg. En ik ben puur naar Den Bosch gegaan omdat ik in Tilburg niet kon studeren. Mijn opleiding, dus ja. Ja, weet je wat het is? We zijn meestal met 2 of 3 dagen in Den Bosch en de rest werken wij thuis. Dus ja, als je op kamers wil gaan, ben je met 2 avonden per week op kamers. Ja. En dat is gewoon te duur voor. Ja, want jullie wonen nog bij je ouders? Ja. Ja, ik ook, ja. En daar heb ik het gewoon goed, dus... Ja, kom thuis, eten staat klaar, hè? Was wordt gedaan.